De winkeliers op het Wielewaalplein hebben de hulp van de burgemeester ingeroepen om hun winkels te behouden. Ze moeten er namelijk per 1 december dit jaar uit. Aanvankelijk moesten de winkeliers verhuizen om plaats te maken voor een grotere C1000. Bovenop de supermarkt zou een flat komen van 20 verdiepingen. De plannen van de nieuwe C1000 zijn echter van de baan, omdat een brand de supermarkt gedeeltelijk verwoestte. Daarna werd deze verbouwd. Toch wil de gemeente dat de winkeliers plaats maken voor de flat. De winkeliers die er nog zitten willen echter niet weg. De eigenaar heeft ons een brief gestuurd waarin wij gesommeerd worden de boel voor 1 december 2007 leeg op te leveren. En verder is er eigenlijk nog niks bekend van wat er dan moet gebeuren. Dus dat betekent dat wij allemaal verdwijnen uit het Oosterpark. Was u verrast door die brief? Ja. Ja, zeker. Omdat wij dachten van, nou, de C1000 heeft verbouwd en heeft aangegeven dat hij aan die kant wil blijven. Dus is het voor ons, ja, wij dachten we kunnen in deze kant blijven en het gaat gewoon zo door. Veel mensen vinden het verdwijnen van de winkeltjes op het plein een groot verlies voor de buurt. Als ik wat nodig heb, ja, dan ga ik naar hem toe. Want wat hier is, is bij C1000 niet altijd. Ik moet nog pleisters hebben bijvoorbeeld, die heeft C1000 niet. Het zijn toch voorzieningen die je graag bij de hand hebt. Ze kunnen dan nergens meer heen om hun medicijnen en andere kleinere boodschappen te doen. De slager is al weg, de bakker gaat straks weg, het modewinkeltje hiernaast is al weg. We blijven maar met z'n viertjes over en aan het eind van het jaar zal er dus niemand meer zijn. Hoe belangrijk is het voor u dat de winkels hier blijven bestaan? Nou, ik zou zeggen wel belangrijk, want als je wat nodig hebt, dan ga je hier onwillekeurig ga je hier naartoe. Het is heel duidelijk dat zeker nu de nieuwbouw bij het voormalige voetbalveld komt van FC Groningen, is het belangrijk dat er een goed winkelcentrum is. Dicht in de buurt liefst. Ook denk ik voor oudere mensen.